Hoi, Floor. Hey, hallo zeg, hoe is het met jou? Heel goed. Zeg, jij zong toch op een onbewoond eiland, hè? Ja, dat zong ik. Samen met... Benny. Ja. Zeg, heb je daar nou nog bepaalde herinneringen aan? Ja, absoluut. Het was de eerste keer dat ik meedeed met Kinderen voor Kinderen. Ja. En het was heel eng, want we zongen altijd voor een live publiek in die tijd nog. En nou, ik was natuurlijk doodbang dat ik verkouden zou worden. Dat werd ik al heel snel in die tijd. En dat werd ik altijd voor de opname. Of het nou op plaat was of tv, ik kreeg gewoon een loopneus. En dan was je natuurlijk bang dat jouw tweelingzusje Lara jouw rol zou overnemen. Dat wou je natuurlijk niet. Ja, en dat mocht natuurlijk niet gebeuren. Hè? Nee, dat wilde ik niet. Zeg, weet je eigenlijk waar Benny zit? Benny is volgens mij nu een trektocht aan het maken in Thailand, Indonesië en Australië. Dat is het laatste wat ik van hem gehoord heb. Zeg, op zoek naar een onbewoond eiland of zo. Ja, wie weet. Wat is het leukste liedje wat je ooit gezongen hebt? Zondagmiddag. Oh ja? Ik weet niet waarom. Dat was al wel niet zo'n hitje. Als meidengroep en onbewoond eiland. Maar dat vond ik het allerleukst, omdat het het eerste liedje was wat ik helemaal alleen mocht zingen. Nou, daar was ik wel trots op toen. Zeg, en verveel je je nog steeds op zondagmiddag? Ja, nog steeds. We gaan even kijken. Zondagmiddag, Pieters, Wakkers, Bed. Omdat je niks bedenken kan, verveel je je te pletter. En ook omdat je op zo'n dag niks mag, is zo'n zondag voor mij de rotste dag. Zeg, zullen we nu dan nog even kijken naar Op een onbewoond eiland? Want dat komt op de verzameling. Ja, dat zou ik ontzettend leuk vinden. Ja? Want het is heel lang geleden dat ik dat heb gezien. Goed zo. Hé, dat is gek. Ontzettend bedankt en tot... Hé, dat is gek, Lara. Ik had net je zuster pakken. Oh, Florie. Zeg, het is al een hele tijd geleden hoor, maar wat zong jij nou ook weer in Kinderen voor Kinderen 3? Weet je dat nog? Ja? Ja, toen heb ik twee nummers gezongen. Dat was Vroeger en Haha, je vader. Dat zong ik samen met Benny en Mark. Oh, Mark, ja, god, die zou ik nog wel eens even willen zien. Hoe zou het daar toch mee zijn, zeg? Verrassing, ik heb hem gelijk meegenomen. Hallo, Mark. Ja, ik herinner me dat ik nog wel eens brieven gekregen heb van mensen die dat liedje te brutaal vonden. Hebben jullie daar ooit iets van gemerkt? Reacties? Nee, wat een onzin, nee, nooit. Vooral ook omdat we juist aan het eind van het nummer gewoon wel voor onze vaders opkwamen. Ja, ja. Voor de politieagent en de schoolmeester en de dominee. Ja. Nee, dat zijn weer ouders die dat kennelijk niet zo geslaagd vonden. Zeg, zullen we er nog even naar gaan kijken? Ja, ja, leuk. Lachen. Doen we. Nou, Mark, dat was behoorlijk brutaal, die laatste zin, vond je niet? Zeg, jij zong heel veel solos in de tijd. Kan je dan nog een paar noemen? Jawel, ik ben beroemd. Lui zijn, dokter, ik ben zo oliedom. Een jongen op ballet. Het ging erover dat je als jongen op ballet zat. En vroeger alsof je een tutu aan had. En of je met stervende zwaan te maken had. Ik hou van bewegen, ik vind het leuk. Vinger in je neus heb ik gezongen. Het ging over duimzuigen en je neus peuteren. Mm-hmm. En ik ben te dik. Even kijken. Heb ik gezongen. Je was heel populair, hè, in die tijd. Vond je dat leuk? Ja, ik vond het zelf heel erg leuk om te doen. Dus. Nou, was je een van de weinige jongens in een koor met heel veel meiden, veel fanmail. Wat deed je er eigenlijk mee? Nou, ik heb eerst geprobeerd om ze te gaan beantwoorden, maar dat werd op een gegeven moment zo'n ondoenbare klus dat ik het heb weggegooid op een gegeven moment. Oh, mooi is dat. Zeg, is Lara dan nog? Ja. Hé, hey, Lara, bij mij moest je eigenlijk altijd de droevige liedjes zingen. Heb je enig idee hoe dat komt? Ja, ik weet het niet, maar het lag mij gewoon beter. Ik vond het leuker om te doen ook. Het was meestal dat andere was altijd zo, ja, niet schreeuwig, maar... Ja, het lag mij beter, denk ik. Kan je dan nog een paar noemen? Ja, Mijn Laatste Oma was een heel mooi nummer. Dat ging over dat mijn laatste oma was overleden. En dat ik dan naar haar huis terug ga en dat het allemaal veranderd is, maar dat dan toch alle herinneringen weer naar boven komen. En dat je dan niet kan zeggen van, dag oma. Dat heb je dan weet je nog een ander liedje, misschien? Dat vond ik zelf het mooiste nummer wat ik ooit gezongen heb. Dat was Fotoalbum. Oh, ja. Dat gaat over ouders die scheiden. En omdat mijn ouders zelf ook waren gescheiden, vond ik het wel leuk om te zingen. Althans, ja, daar kan je je goed in inleven. Ik wist precies waar het over even ging. Kijken dan. Het foto
Dagmar zong alle hits. Hoopte je nooit dat ze ziek werd als je nooit jaloers? Nou, ik ben niet echt jaloers. Want ja, ik leek veel op haar, dus ik kon toch wel zeggen van ik heb het gezongen. Maar ja, ik was wel jaloers toen met Meidengroep, want dat was een hele grote hit geworden. Die stond toen ook in de topparade of zo. Ja, dat vond ik niet zo leuk, nee. We gaan even kijken. Ik heb slingen vastgelopen. Verscherping. Hé, Suzanne. Floor, wat is dat nou? Ja, ga maar door. Vertel ik je later wel. Verscherping van conflict in het Midden-Oosten. Vele vogels, slachtoffer van milieuramp op Noordzee. Ja, hé, Suzanne, wacht eens eventjes. Dat is heel wat anders dan we hadden afgesproken, hè? 5 jaar geleden wilde je een journaal met alleen maar leuke dingen. Ja, maar wat wil je nou? Zo zit de wereld nou eenmaal aan elkaar. Het nieuws heeft eigenlijk alleen maar rottige dingen te melden. Hongersnood, een oorlog in Beirut, watervervuiling. En daar verander je natuurlijk in je eentje niet snel wat aan. En dat merk je juist als je ouder wordt. En ik hoopte natuurlijk dat het te veranderen was. En dat hoop ik natuurlijk nog steeds wel. Wil je het nog een keertje zien? Hey, Florie. Hey, hallo. Zeg, hoe is het met jou? Prima. Wat ben jij veranderd? Hoe oud ben je 13 nou? 13 jaar. God, dan ben je nu zeker wel van het koor af. Ja, jammer genoeg wel. In Kinderen voor Kinderen 6 en 7 moest je niet alleen acteren, maar ook zingen. Vond je dat niet moeilijk? Nee, dat was juist hartstikke leuk. En het ging allemaal heel erg vanzelf. Want met Ati als moeder en Edwin als vader. En ik had natuurlijk ook nog broers en zusjes daar. En omdat ik thuis enigs kind ben, is dat helemaal leuk. Ja. Oh, en met ochtendhumeur moesten we expres ruzie maken aan tafel. Wacht eens eventjes. We gaan eerst kijken naar Hip Hip Hoera en daarna ochtendhumeur. Oh ja, Florie, ik wou nog even alle kinderen bedanken die me toen geschreven hebben. En die met me wouden corresponderen. Nou, dat is bij deze geregeld. En nu Hip Hip Hoera. Dat jongetje daar links. Ja, die wil ik even spreken. Psst, ja zo! Jij was dat jongetje dat in het liedje Moeders Wil is Wet over de tafel heen en weer rende. Was dat niet een enorme cake met Ron Brandstede? Vertel eens. Ja, veel vies met al die troep die je op die borden smeet, kwam helemaal dat spatten eruit en het kwam dan op je gezicht. En iedereen was dan helemaal onder, helemaal met vieze prut op je gezicht. Zeg, en af en toe dan kwam je als een duveltje uit een doosje en dan moest je één gek zinnetje zeggen. Weet je dat nog? Probeer eens. Ja, met ballen. Ja, dan was er nog één. Weet je die nog? Verdorie. Ja. Wat deed Rome eigenlijk in die pan? Ja, eerst kreeg je een soort papje. Dat had hij dan ook zelf gemaakt. Dat zag je ook. Met allemaal slagroom en mayonaise. Dat was heel vies en daarna was het gewoon een rauw tomatensoep. Ja. En het allerlaatste zinnetje uit het liedje, weet je dat ook nog? Maar liever heb ik moeder hier en vader in mijn sluis. Ja, Florie, ik lees die brief zelf wel even voor. Hé, hey, dat is goed. Met Kinderen voor Kinderen 6 kwam ik bij jou op het koor. Eerst kreeg ik nog geen solo's. Maar heb je me gezien in dat astronautenliedje? Zeker. Ik stond in het midden. Ja hoor, ik heb je heel goed gezien. En in de laatste Kinderen voor Kinderen zong ik een echte solo. De stuntelkampioen. Ja. Best moeilijk hoor, want met dat rappen moet je heel goed in de maat blijven. Hé, hey, Lotte, hou eens even op, want ik vind het heel leuk dat je me een brief stuurt. Maar ik vind het veel leuker om even met je te praten. Wat is rappen eigenlijk? Leg eens uit. Ja, dat is een soort in de maat praten op muziek. Ja. Dus niet echt zingen, maar dan praten. Dat is heel moeilijk. Zullen we nog eens even gaan kijken? Lotte, dat was behoorlijk wat actie in het liedje, hè? Auto's op elkaar, bang, hond bijna onder een auto. Vertel eens hoe dat ging. Nou, die, met die auto's en die klap en zo, dat viel allemaal wel mee. Want als de beelden aan elkaar werden gezet bij de montage, dan werden er allemaal geluiden nog bijgezet met remmen en zo. Dus dat was in het echt niet zo erg. En die hond die was daar speciaal voor opgeleid. Dus die wist allemaal wel wat hij moest doen. Nou, dat is een pak van mijn hart. Zeg, en hoe lang heb jij op het koor gezeten? 5 jaar. Oh, dat is een hele lange tijd. En nu ja, ben je eraf? Ja, ik zit nu op de middelbare school en daar heb ik veel minder tijd. Want oh jee, Lotte, tijd is om. Ik moet je eruit gooien, maar ik zie je gauw.